Dames en heren, een paar maanden geleden, om precies te zijn in december, hadden we weer een concert in Berlijn, een kerstconcert. En na afloop kwam een klein jongske naar mij toe. 2 jaar was hij, de Akin. En dat is op zich niet zo bijzonder, want er komen dikstal kleine kinderen naar het concert. Die zitten dan op zoet bij de ma, vallen bij het tweede stuk in slaap. Waarop bij de toog heeft de wakker, hebben de luier volgezeten en hebben de avond van hun leven gehad. Maar zo niet Akim. Akim is de ganse avond wakker gebleven. En dan zag de volgende morgen tegen zijn ma, Akim ook kijken, wie André. En wat ik u genoeg kan vertellen, dat geluid gaan nemen, dat is echt gewoon. 2 weken geleden kreeg ik een brief van zijn lerares. Ja, je hoort het goed, lerares. Hij heeft namelijk een verhuur gekregen van zijn ma. En hij is naar de muziekzaal in Berlijn gegaan. En daar is gebleken dat het een ongelooflijk talent is. Er is weer een raket omhoog gevlogen. En zijn allerliefste wens is het met mij en mijn orkest te kunnen samen spelen. Er is intussen 3. Zus uit de luiers. En er is hij. Geef hem een enorm applaus. Akim Kamara. Das ist fantastisch. Da hast du aber schöne Schuhe an. Siehst du denn? Wow. Die sieht noch schöner als meine. Werde ich einen Trick mit dem Wassermann machen? Ja. Dames en heren, hier kennen namelijk ook een truc met water. En die willen we zo'n keer laten zien. Hebben we een flesje water, jongens? Ja. Dat is niet te geloven, wat die jongen. Hier, mag ik het, kan het nu even openmaken? Mag dat maar voor het publiek hier. Dat is een zin! Aber nicht auf die Lampe. Ja, von dem Job. Okay, jetzt springen wir ein bisschen. Ja, okay. Du machst es. Nachher darfst du wieder Wasser machen, ja? Okay. Dames en heren. Stilte geren. Akim gaat voor u spelen das Violinkonzert in G-Dur, Opus 11 van Ferdinand Küchler.
Dames en heren, wat dat ik